De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, plaatst vraagtekens bij de screening van passagiers op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdag tijdens een persconferentie meegedeeld dat alle passagiers die Suriname via de lucht- en zeehavens binnenkomen, gescreend worden op het coronavirus. Amar Ramadin, ondervoorzitter van de VMS huisartsensectie, vertelt in een interview dat de eerste lijn gezondheidswerkers, zoals huisartsen, niets van de screening op de luchthaven hebben gemerkt. Hij vraagt zich af hoe het ministerie de passagiers op het virus test. Ik wil geen angst aanjagen in de samenleving, maar we moeten dus wel de eerlijke informatie brengen naar de samenleving en de mensen goed in voorlichten van kijk, dit doen we precies, maar als het er ook niet geschiet, dan moeten we ook eerlijk genoeg zijn om te zeggen, we doen het niet. De WHO heeft duidelijke richtlijnen gegeven aan alle overheden in een folder, dat is Technical Guidance. Dat heeft het ministerie waarschijnlijk ook gehanteerd om in elk geval de technische plannen uit te rollen of in elkaar te brengen. Een van de aspecten daarin is point of entry. En daarin zijn er hele duidelijke richtlijnen gegeven wat allemaal in place moet zijn op een airport of op een zeehaven. En enkele van ze zijn, ik kan ze even opnoemen, de port health officers. Is er een aparte ruimte waar mensen onderzocht kunnen worden? Is er een aparte ruimte geconstrueerd waar mensen geïsoleerd kunnen worden bij verdenking? Is er een plan van desinfectie nadat die persoon is geïsoleerd? Daarna, als de persoon getransporteerd moet worden, hoe wordt de persoon getransporteerd? Is er een speciale ambulance daarvoor aangewezen? En naar welke locatie moet die persoon worden getransporteerd? Dus de WHO heeft duidelijke richtlijnen gegeven. Ik ga ervan uit dat het ministerie dat plan heeft. Maar als er aangegeven wordt dat er een screening plaatsvindt, dan wil ik ook graag weten hoe die screening eruit ziet en wie het doet. Want tot nu toe, vanuit de mensen die binnenkomen, in Suriname aankomen, merken we nog niets van een screening. De arts vraagt zich verder af hoe serieus het ministerie omgaat met het virus. Dat volgens de laatste cijfers van de World Health Organization 362 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. 17.488 mensen zijn inmiddels wereldwijd geïnfecteerd, van wie 2.298 in kritieke toestand verkeert. Slechts 523 van de geïnfecteerden zijn volledig genezen. Het virus verspreidt zich ontzettend snel en het is van belang dat het ministerie de screening serieus neemt, onderstreept Ramadin. Gerenommeerde instituten hebben al gewaarschuwd voor een pandemie. Een pandemie is niets anders dan een epidemie op één of twee, meer dan twee continenten in de wereld. Op dit moment is het vooral op het Aziatische continent erg aan het verspreiden. Maar men zegt, er wonen miljoenen Chinezen in Afrika, waar de healthcare systems ook erg weak zijn. Dus men heeft voorspeld dat landen, welvarende landen met een stevige gezondheidszorg, gezondheidssysteem, heel makkelijk dit virus gaan kunnen containen. Maar ook tegelijk wordt gezegd, landen met een zwak systeem, waar ook die screening een van de dingen is, maar ook de opvang, hoe is het met de zorg gesteld, zijn er gewoon gekwalificeerde mensen die daarmee kunnen omgaan. Technisch ook, die landen gaan als eerst getroffen worden. Amar Ramadin, ondervoorzitter van de VMS huisartsensectie. De Vereniging van Medici in Suriname dringt bij het ministerie van Volksgezondheid op aan structureel binnenkomende passagiers te screenen. Dit zal maken dat op tijd kan worden ingegrepen bij eventuele besmette gevallen van het coronavirus.